Ja, na regen komt de zonneschijn, zeggen we dan. Want Linda de Mol die krabbelt langzaam eigenlijk weer op. Ja, vorig jaar januari liet ze natuurlijk alles uit haar handen vallen. We weten allemaal waarom. Toen heeft ze eerst een half jaar niks gedaan. Toen heeft ze de moed weer bij elkaar verzameld om miljoenenjacht te gaan doen. Daar hebben we er alweer in kunnen zien schitteren. En nu heeft ze vandaag laten weten ook weer terug te komen op televisie dit najaar met Ik hou van Holland. Nou, volgens mij worden daar heel veel mensen heel blij van. Want het is een heerlijk gezellig zaterdagavondprogramma. Linda keert terug. Ze reageert via Talpa vandaag en ze laat weten, ik heb dat ik het komende seizoen van Ik hou van Holland weer ga presenteren na een fantastisch seizoen met Rob, waarvoor ik hem heel dankbaar ben. Ik kijk er ontzettend naar uit om met Jeroen en Richard in de studio te staan en samen met de wisselende BN'ers en het altijd enthousiaste publiek de vertrouwde spellen weer te spelen. Wat heb ik het gemist? En je hoort het goed, Jeroen en Richard, ja. Niet Jeroen en Leo. Leo heeft het natuurlijk het laatste seizoen gedaan, toen Rob Kemps ook presenteerde. En Richard Groenendijk is toegevoegd aan het team. Leuk. Ik word daar persoonlijk heel blij van. Ja, leuk. Ik vind Richard een van de geestigste mensen die er op dit moment in de Nederlandse theater staat. Dus, leuke match. Ik word daar blij van. Ik denk ja, maar dat, wel een opvallende switch, toch? Dat Leo Alkema er niet meer is. Er wordt, volgens het officiële statement is die gedrukt met een film. Dus ja, dat is de reden die je ze kijkt er wat bij. Jij zegt het officiële statement, jij vertrouwt het niet helemaal. Nee, ja, dat bedoel, ik weet het niet. Dit is wat we voorgeschoten krijgen van de Talpa. Hoe zeg je dat? Persvoorlichter. Ja. Dus dan hebben wij dat. Hey, en Rob Kemps. Die heeft dan dus een jaar gedaan, of één seizoen, denk ik? Eén seizoen heeft hij gedaan. En we hebben ook nog even aan diezelfde persvoorlichter gevraagd, goh, is er dan nog wat voor Rob in het verschiet? Want als dit dan nu stopt, de wheel was volgens mij duidelijk al dat daar geen tweede seizoen van komt. En de 10 vragen die hij natuurlijk heeft gepresenteerd, komt daar dan misschien een volgend seizoen van? Scoorde ook niet de pannen. Ja, want hij heeft destijds in 2021 getekend voor een driejarig contract. Dat zou betekenen dat hij nu nog een jaar moet werken. Ja. En dan zou je verwachten dat er nog wel wat komt, maar daar is op dit moment nog helemaal geen duidelijkheid. Maar wat verwacht jij, Bart? Gaan we nog wat van hem zien bij SBS? Ik denk het eigenlijk wel. Ja? Ja. In wat voor hoek? Ja, geen idee, maar ik denk, ze zullen hem niet op de bank laten zitten voor al dat geld, toch? Een heel jaar lang. Nee, ik denk dat ze dat gebeurt wel vaker met mensen, maar het is natuurlijk wel iemand waar ze dan juist vol op wilden inzetten. Ja, maar op zich, dat de 10 was geen onaardig programma om naar te kijken. Dus ik kan me voorstellen dat ze dat misschien nog een keer programmeren, maar misschien niet weer. Dat was toen wel redelijk primetime, geloof ik, op vrijdag of zaterdagavond. Ik vond de view eigenlijk ook wel leuk, maar dat had niet zoveel kijkers, volgens mij. Nee. Ja, dan houdt het op. Ik hoorde dat men het schreeuwerig en te lang vond duren. Ja. Oh. Ja, een beetje schreeuwerig, klopt. Ik gok dat we Rob nog wel ergens gaan zien.